SSCC staat voor South Suriname Conservation Corridor. De doelen van SSCC zijn vastgelegd in de SSCC-declaratie die in maart 2015 is gefinaliseerd. De dorpen in de South Suriname Conservation Corridor zijn Kaomaken, Tipu, Apatina, Kamalasamutu, Amatopo, Koruni, Palemeu, Sipaliwini en Alalapadu. De ondersteunende partners van SSCC zijn CI Suriname, WWF, Kuluwayak, Nationaal Herbarium Suriname, OIS Koika, ESAF en ACT. De South Suriname Conservation Corridor is geboren in maart 2015 met de ondertekening van de verklaring waarbij een gebied van 7,2 miljoen hectare werd verklaard tot inheems beschermd gebied. Deze verklaring werd door de mensen van het zuiden, de Trio en Wayana-stammen, samen met de ondersteunende partnerorganisaties aangeboden aan de voorzitter van de Nationale Assemblée. Dit betekende het begin van een intensieve samenwerking tussen de twee grootste inheemse stammen in Zuid-Suriname, om daar het beheer van bos, water en mensen gezamenlijk ter hand te nemen. Dit is nu belangrijker dan ooit, omdat de gemeenschappen voor hun levensstijl afhankelijk zijn van het bos. Momenteel worden deze levensstijl en het bos steeds meer bedreigd door onder andere goudactiviteiten die steeds dichterbij komen. Wat ging er vooraf aan deze declaratie? Sinds 2012 is er een rapport geschreven over de voordelen van een inheems beschermd gebied in het zuiden van Suriname. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat veel van de Surinaamse rivieren beginnen in het zuiden van Suriname. Dat er veel verschillende planten en dieren voorkomen in dit gebied. Dat er een enorme culturele rijkdom aan tradities is. En dat de ongereptheid van het gebied met diens vele bomen helpen bij het tegengaan van klimaatverandering. In 2014 hebben de dorpen in Zuid-Suriname een gezamenlijk ontwikkelingsplan aan de overheid gepresenteerd. Ook zijn er gedurende 12 maanden sessies gehouden in de dorpen. In Kroetoes hebben de gemeenschappen onderling afgestemd. Vervolgens is er een afsluitende vergadering gehouden in Paramaribo om tot de SSCC-verklaring te komen. Om iedereen een beter begrip te geven over de inhoud van de SSCC-verklaring zijn er 5 hoofdpilaren voor ontwikkeling opgenomen. 1. Leiderschap en cultuur. Welk type leiders willen de dorpen? Bijvoorbeeld iemand die de buitenwereld kent, maar ook de eigen tradities, spiritualiteit en normen behouden heeft. 2. Bescherming. Het is noodzakelijk het bos en water te beschermen. Dit is een gezamenlijke taak van gemeenschappen, overheid en NGO's. 3. Balans. Er moet balans zijn tussen bosbescherming en bosgebruik. Maar ook balans in Suriname als geheel, waaraan Zuid-Suriname moet bijdragen. Ook binnen de dorpen moet er balans zijn tussen het eigen systeem en contacten met buiten. 4. Duurzame ontwikkeling. Er moet inkomen gecreëerd worden voor mensen in het zuiden, als ook de randvoorwaarden, zoals verbeterde mogelijkheden voor transport van en naar het binnenland, elektriciteit en communicatiemogelijkheden. 5. Financiering. Hoe zal SSCC fondsen vergaren om haar doelen te behalen? Gemeenschappen bepalen samen wat voor soort projecten er zullen worden uitgevoerd. Een van de projecten die al liep in Zuid-Suriname is het Indigenous Park Ranger programma van het Amazon Conservation Team. Lokale mensen worden in dit programma opgeleid om als ranger data te verzamelen over de biodiversiteit en status van de omgeving. Johan Neni is al enkele jaren IPG'er en vertelt over zijn werk in het dorp Apatina. We zijn hier bij de Tipu Top. Deze ligt aan de Tapanahoni-rivier. Mijn woonplaats is Apatina. Dit ligt in het gebied boven Suriname. Ik ben voorman van de Indigenous Park Guards. De rangers van de dorpen Tipu en Sipaliwini werken samen. Op Kwamalasimutu, waar ook mijn kind woont, is er ook een rangerstation. Bij het rangerstation in Kwamalasimutu en Tipu kunnen we contact maken met de stad.
Door middel van internet kunnen we mailtjes versturen. Ook kan ik met mijn telefoon bellen naar de stad. Niet alleen wij als rangers maken gebruik van deze mogelijkheid. Ook mijn familie mag gebruik maken van deze faciliteiten. Daarom werk ik ook graag bij de Indigenous Park Guards. Mijn werkzaamheden bestaan uit het onderzoeken van verschillende diersoorten in het bos. We beschermen de dieren en op deze manier draag ik bij dat de diersoorten niet uitgeroeid worden. Wanneer we in het bos zijn, komen we allerlei beschermde diersoorten tegen. Zoals tijgers, poïcies, bosvarkens en buffels. Omdat ik zoveel leer over deze dieren, kan ik ze ook beter beschermen. Naast de rangers worden ook anderen in het dorp getraind in het waarnemen, vastleggen en rapporteren van veranderingen in het bos door houtkap, goudwinning en illegale jacht. Zodoende kan er sneller ingegrepen worden bij illegale handelingen. Sinds 2016 zijn de IPG's door de boswachters van Natuurbeheer getraind in het bedienen van conservation drones. Met de drones zijn er foto's en video's gemaakt van de omgeving tot een afstand van wel 10 kilometer van de dorpen af. Het rangerprogramma is een van de voorbeelden waarbij er banen gecreëerd worden voor inheemse gemeenschappen. Banen waardoor zij een inkomen kunnen genereren voor hun families door te doen wat zij al eeuwen doen, het bos lezen en helpen leven. De vraag blijft natuurlijk, wat maakt dit zuidelijk gebied nog zo anders dan de rest van Suriname? Daar komen we in de volgende aflevering op terug.